Kijk, ze liggen. We kijken naar twee lichamen in Pompeji. Slachtoffers van de beroemde vulkaanuitbarsting daar. Blootgelegd door archeologen deze week. Het zou gaan om een rijke man en zijn slaaf. Hoe tragisch kan je leven zijn? Lig je 2000 jaar lang onder het steen, word je eindelijk opgegraven en het eerste wat er van je verschijnt is een dikpik. Ja, we hebben het wel gezien. Overigens is door de archeologen nog een man in gênante houding gevonden in het atrium van zijn villa. Ze noemen hem de Sean Donsius, omdat hij heel hard lijkt op een zanger van Neelpin. Ja, gênant. Onze beschaving zal er misschien niet zo snel meer uitsterven, maar wellicht een deel van onze beroepen wel. Econoom Ivan van der Kloot, zijn voorvader is waarschijnlijk die man in Pompeji, pleit ervoor dat de overheid stopt met het steunen van bedrijven en beroepsgroepen die geen toekomst meer hebben. Volgens Ivan moeten we ons in gaan zetten op mensen herscholen voor de banen van de toekomst. Zo is op dit moment een enorme herscholing gaande bij Bpost om mensen daar ook te leiden tot mensen die kakjes kunnen bezorgen namens Bpost. Want er is een kans dat Bpost niet alle kakjes kan afleveren. En ja, dat is... hoe moet ik dat zeggen? Het fucking allerergste wat ons ooit is overkomen. Ja, het is ongezien. Het is ongezien dat de mensen nu zelf hun pakjes moeten gaan ophalen. Dat is toch onvoorstelbaar? Onvoorstelbaar. Nu moeten we zelf ons kot uit om die pakjes te halen. Dat is, als we minister Petra de Sutter mogen geloven, ook gewoon deel van het beleid. In mijn beleidsnota, en Bpost werkt daar ook aan, zitten er plannen om niet alleen thuis te blijven beleveren. Dat is ecologisch naar mobiliteit. Ja. Al de camionetjes die in alle straten voortdurend rondrijden, eigenlijk geen goede zaak. Nee, al die camionetjes, al die camionetjes. Maar Petra, wat denk je dan van al die stationair draaiende wagens vol met boze mensen voor een postkantoor? Hè? Maar goed, de postbezorgers zijn dus meer dan ooit nodig, zo is wel gebleken. En als je dan toch het geluk hebt dat je pakketje aan huis gebracht wordt, zorg dan dat het niet op dezelfde dag toekomt als dat het vuil wordt opgehaald. Die mensen hebben dus wel aan ons gedacht, aan onze rug. Dus, Dat is een goed voorbeeld van hoe het moet. Zeer goed voorbeeld zelf. Nee, daar zitten dinges in. Moby Dick is besteld.